Kijk, ik heb natuurlijk regelmatig 180 gescoord, maar dat was zeg maar buiten het dartbord gerekend. Stoer. Ja. Grote jongen. Het is wel zo. Dat is zo. Wat kom je doen? We zijn bang thuis. We? Ja, we. Mijn kinderen en ik. We voelen ons heel erg kwetsbaar. Dat kan je toch begrijpen? Dat is de natuur, Joris. Het wijfje is zwanger en zoekt bescherming bij het mannetje. Nou. Blijven we hier in de hal staan? Of krijgen we ook nog wat te drinken? Jemig. Dus daarom wilde ik vragen of we misschien vanavond één nachtje hier konden blijven slapen. Als je het goed vindt. Dat nee. Maar het is maar één nachtje, Joris. Ik beloof dat ik niks zal zeggen tegen... Oh, god, hoe heet ze ook weer? Oh, hoe heet die vrouw? Nou ja. Heb ik weer dit? Weet je nou? Simone. Simone, ik eet nooit iets, Simone. Hey, je bent er echt zo uit, hè? Nee, maar ze is toch ook heel dun? Hey! Ik vraag me gewoon af, heb jij er wel zien Klaar. Eten? Oké, sorry. Je kan hier toch niet elke avond komen slapen? Dat kan toch niet? Nee, niet elke avond. Eén nachtje maar. Ja. Want morgenavond ben je niet meer bang. Nou, dat kan, ja. Ik bedoel, ik ben zwanger, Joris. Dus ik heb mood swings, dus... Nee, daar kan je natuurlijk niks aan doen. Nee, daar kan ik niks aan doen. Oké. Ik weet het goed gemaakt, ja? Morgen ga ik weer thuis slapen. Om te kijken hoe dat gaat. Maar mag ik jou dan wel af en toe heel even opbellen? Gewoon om je stem te horen. Nee. Wel. Oké, één nachtje. Echt? Eén nachtje. Yes! Maar ik heel goed. Ja. Hier zitten twee mensjes in, Jor. Waar wij meer van gaan houden dan van... van wie of wat dan ook. Ja, dat zou best eens kunnen. Twee mensen waar alles voor moet wijken. Alles.